Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag ook de eerste Spelers Career Mode. We gaan beginnen bij SC Cambuur met onze eigen gemaakte speler. Natuurlijk de vaste naam die we altijd beginnen aan de Career Mode. De Spelers Career Mode Wesley Fokker, mijn naam, hoe ik heet, gaan we dus nu toevoegen in de game. en We gaan beginnen dus bij de Nederlandse club en het is dit keer bij SC Cambuur, de promovendus in de eredivisie. We gaan hier ons uh, avatar maken. En wat, jullie, wat ik jullie even wil mededelen. Jullie hebben gisteren de final career mode gezien. Maar omdat deze game. In uh, uh, qua andere dingen. Het, sla het slaat anders op. De career modes. Dan in FIFA 21. Dus ik had even een uh, fout gemaakt. Waardoor dus die career mode save. Van ook deze video. En van de eerste Feyenoord aflevering. Niet, ja, niet meer terug waren te vinden. Dus. Ik moest die Queer Mode opnieuw spelen. Ik heb de wedstrijden van deze aflevering ook opnieuw gespeeld. En ik heb de transfers van gisteren. Dus congolo en het Guus Til. Bij de Feyenoord Queer Mode heb ik opnieuw gedaan. En ik heb, daar het, ik heb daar gewoon het voorseizoen overgeslagen. Maar in ieder geval. Dat wil ik jullie dus even wel laten weten. Dat ik niet denken van. Hé, hey, hoe kan dat opeens? Nee, dat komt dus omdat ik niet had gewend. Dat er opeens een andere safe manier is in FIFA 22. Dat dus. Maar goed. Uh, dat, dat weer hou ik me er niet van om deze aflevering gewoon deze video te laten zien. En de volgende aflevering, zondag, ga je dus de halve finale zien van het vriendschappelijk toernooi. Dat is wel tegen een andere tegenstander. Dan wil je hier in deze video eindigen. Dus uh, dat is even dan één dingetje, maar dat maakt niet uit. We gaan nou uh, dus uh, de speler onze eigen spelen maken. Wat ik vet vind is dat eigenlijk het kapsel wat ik heb, een beetje dat hoogachtige haar, dat zit nu ook gewoon in FIFA. FIFA heeft eigenlijk aan mij gedacht. Een kapsel wat gewoon precies bij mij past. Qua, uh, ja, qua hoe, ik, hoe ik mijn hart in het model heb. Als ik geen channel heb dan. Uh, even kijken. We gaan nu even ja de neus, de mond. Even een paar kleine dingetjes natuurlijk aanpassen. Hoe het ook in het echt zou kunnen zijn. Hoe het in het echt ook is. Uh, kaaklijn. Ja, doe maar gewoon uh, een beetje vol. Zo. Uh, kin. Ik heb een klein kuiltje. Oren. Ja, oren. Nou, doe maar ook deze oren. En dan nu de kapsel. Hier hebben we hem staan. Even kijken. Niet, nou, ik zet even kijken wat er bij accessoires het bij zit. Kijk, ik kwam opeens dit tegen. Hier. Boom. Maar nou, ja, dat nemen we dus niet. We gaan even doorzoeken. Um, lang haar, half lang haar. Even kijken hoor. Dan hebben we deze. Maar dat wordt hem niet. We gaan even de kleur aanpassen. Bruin. Um, deze is het ook niet echt. Deze ook niet. En dan zag ik hem opeens. Dit. Dit is hem gewoon. Dit is gewoon oh mijn kapsel jongens. Niks meer aan doen. Echt gewoon perfect. Het is gewoon mijn kapsel. Uh, dus ik ga, we gaan het hier gewoon bij houden. Het is echt perfect. Klein, uh, klein baadje. Bakkenbaadjes. Shirt uitbroek natuurlijk. Dat is het eerste wat we doen. En ik ga ook met een uh, shirt. Uh, ik ga onder de mouwen. Zeg maar een, uh, een shirt. Ja een shirt onder de. Lange mouwen onder het shirt. Goed zo Wesley. Goed uitgesproken. En we gaan onze schoenen aanpassen. We nemen deze oranje Nike schoentjes. Handschoenen. Nee... Zwarte handschoenen, ja, en blauw. Nee, we doen gewoon nee, nee geen handschoenen. En dit is dan een beetje hoe we het gaan doen. Nog even het vreugdedansje toevoegen. Wat gaan we doen? Even zoeken wat dat nieuwe tussen staan. De grote vent, die kennen we al. Dans 4. Oh, die is wel nieuw. Met Een uh, klok. Maar goed, die doen we dus even niet. Schaar hebben we dan. Surfen. Kus de grond. En, uh, ik doe gewoon het hartje. Staat hij er nog op? Opbellen. Ja, die kennen we natuurlijk. Uh, hartje, hartje staat hier erbij. Ja, hier, het hart. Die doen we gewoon klaar. Dit is onze vreugddans. En dan qua stijl van uh, vrij trap. Nou gaan we misschien. Ik heb ons trouwens uh, als middenvelder uh, gemaakt. Maar wat wel tof is, wat ook uh, anders is vergeleken met de vorige career, uh, FIFA, uh, De Viva Spelers Queer Modes. Je kan gewoon je positie aanpassen. gedurende hoe lang je ook speelt. Dat heb ik ook uh, voor, uh, tot, uh, ontdekt. Dat is ook wel tof gemaakt. Hier even uh, het rennen. In het bakje. Of een tank. Nou, doen maar deze tank. En dan gaan we dus uh, nu naar, uh, naar Cambuur, Want daar gaan we de queer mode. De spelers mode van start. Hier zien we een SC Cambuur. En we gaan kijken of het een uh, goede. Of, dat, of we het daar goed kunnen gaan doen. Dat hopen we natuurlijk. Dat hopen we zeker. Dus er zitten ook een paar andere dingen. Dus het was ook even heel erg wennen voor mij. Want ja, uh, ik heb het ja, bijna. Nooit gedaan, dus we moet even kijken hoe dat precies allemaal in zijn werk ging. En op zich, het went wel op een gegeven moment. Je krijgt natuurlijk steeds, je krijgt steeds punten. Hoe, hoe beter je speelt, hoe meer punten je krijgt, denk ik. Hoe meer vaardigheden je hebt uh, um, uh, ontgrendeld, zeg maar. Dus uh, ja, te hopen dat het uh, goed gaat verlopen deze career mode. Bonussen, kijk dus ook iets, daar kun je dus extra dingen op krijgen als je dit selecteert tijdens de wedstrijd, als het, als het gaat lukken, zeg maar. Nou, verdedigen doen we even. Assistereeks. En wat ook nieuw is. Vergeleken met andere spelers. Queer mode. We kunnen nu dus op de bank hier. Wisselen zijn, zijn we nu. En we gaan dus invallen. Eindelijk hebben ze dat in FIFA gebracht. We, gaan, we mogen invallen. Echt super tof. En dat ze dat erin hebben gezet. We gaan de, ik ga voor jullie de training even. Uh, gewoon. Uh, na buiten de opnames, Ik ga ze wel selecteren. Maar dan speel ik ze. En dan zijn we zo meteen weer terug. Uh, maar wat, ja, wat ik al zei. Wissels zeg is echt super dat, ze dat, dat je in kan, zeg maar in kan springen. Dat, ze, dat de trainer jou wisselt. Maar ja, eruit halen kan die natuurlijk ook. En we, hebben, we zijn gelijk naar niveau 2. Afstandsschutter bonus ontgrendeld. Oké, okay, dat is ook een goeie. Ik denk dat we die dan eerder gaan gebruiken. Alhoewel, assisten. Maar goed, even kijken. Hier zien we het in, ons, in het Kambuur-shirt. Kijk, dat willen we natuurlijk uh, graag zien. We zijn een aanvallende middenvelder. En we gaan nu dus even kijken. Ik ga dus voor een... Uh, Afstandsschutter voor de wedstrijd, de eerste wetenschappelijke wedstrijd die wij gaan spelen, dus. Want uh, ja, in ieder geval hoop dat hij ons inbrengt, dat is misschien uh, wel, kun je beter zeggen. Springenkracht, springen agressie, agressie, uh, stanima, dribbelen. Ik ga voor pos het uh, positiespel aanval. Voor de rest kunnen wij nog niks. Skill moves wil ik eigenlijk daarna doen. Deze kunnen we nog doen, dribbelen. Dus die hebben we dan ook gedaan. En dan gaan we nu dus kijken wat we kunnen doen. We zijn ondertussen 70 algemeen. Dat gaat redelijk. Spelen als speler. We gaan natuurlijk spelen als speler. We worden gewisseld in minuut 56. Dus dan gaan we kijken wat we kunnen doen vanaf nu. We zijn dus in het veld gekomen. We spelen als RVA. In plaats van op middenveld. Moeten we het aantal doelstellingen natuurlijk halen. En we gaan kijken wat we in onze eerste wedstrijd kunnen gaan doen. We zijn erin gekomen. Hier nummer 22 erin. Voor de nummer 17. Fokker voor Dordeman. Hier zien we ons staan. Onze eerste wedstrijd voor SC Kambuur. En deze doelstelling moeten we halen. We gaan kijken of het ons gaat lukken. We gaan beginnen aan de wedstrijd in minuut 56. Dus pas voor ons. En kijken of we wat kunnen doen. Hoedemakers. Hier komt de de kans misschien. De bal zie je nu voor Smit. En hier schieten wij de bal gelijk. En het is gelijk ons doelpunt. Het is de 1-0 voor, voor SC Kambuur. En het is Wesley Fokker die zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zet. Onze eerste in het shit van Kambuur. En een voorsprong. Perfect gedaan. Was het nou al 2-0. Maar het maakt niet uit. dat we maken ons doelpunt in het stadion van Paris Saint-Germain. We hopen natuurlijk ooit zo hoog te eindigen. Qua spelen. Qua onze, hoe, we, hoe goed we gaan kunnen worden. Maar het is inderdaad onze eerste doelpunt. En ook de 1-0 voorsprong voor SC Cambuur. Wat een, een mooi debuut kun je niet wensen. Hopen dat het ook een mooi debuut komt. Dus ik denk ik in de volgende aflevering. Of misschien de aflevering daarna. In de Eredivisie. Maar goed. Deze wedstrijd is tot nu toe. Een heerlijke wedstrijd voor Cambuur. Speler erin laten vallen en gelijk zijn, zijn waarheid laten zien hier voor, tegenover de trainer. En ook qua pages moeten we even de bal goed geven. Ik neem aan als die pijl omhoog gaat dat we heel erg goed bezig zijn. Dus dat houden we hem even zo. Hoedemakers. fokker weer van afstand. We schieten de bal weer, maar de bal nu gered door de doelman Hoekschop nu voor Kambuur. Die hebben nu 62 de kans misschien voor een 2-0. Fokker is gelijk de verling. De supporters zien hem graag op het veld. Scoren geopend. En misschien nog wel meer. Fokker. Kunnen we de bal op een medespeler geven? Nee. Of toch nog wel aangekomen? Ja, nou nu daaruit. Dan komen we dan. De voorzet kunnen we geven. Zorg is gedaan. Tot nog aangekomen. Hoedemakers. Hoedemakers. Fokker. Van afstand kunnen we dat. Terug. Hoedemakers. Kan staan nu. Uh, boeren. Ja, het is uh, 2-0. En het is in minuut 66, de 2-0 voor Kaan En het is de spits Boeren die scoort. oud Twente spits nu dus in het shirt van Kaan En hij scoort de 2-0. Een mooi gedaan. En dus de 2-0 voorsprong. Maar trouwens ook aardig uh, leuke reacties. Ondertussen het laatste kwartier trouwens nu. 2-0 nog steeds. Kunnen we volgens de tweede gaan? Um, nee, de bal wordt weggehaald. Maar we ook aardig wel leuke reacties natuurlijk op de video. Ik moest nog een paar kleine dingen aanpassen dus van de, voor het stadion. Van de, de kuip, de blauwe stoeltjes en dat soort dingen. Maar dat heb ik, dat heb ik uh, volgens mij uh, nu tot nu toe allemaal gedaan. Dus uh, daar hoeven jullie niet meer uh, op te gaan letten. Dat, dat is allemaal in orde. En ik moet, ja, wat, wat mij wel opviel, dat kan ik jullie ook alvast vertellen. Dat is voor jullie ook zometeen wel handig. Voordat jullie morgen de queer moeten zien, denken we, hey, hé, dat is heel irritant. Het veld. Het veld en de kuip moet ik aanpassen. Een beetje dus met schuine strepen. Dus ik moet gewoon eigenlijk gewoon. Uh, ja hoe het echt echt gras in de kuip ook is. Niet schuin maar gewoon in rechte strepen. Uh, dus dat moet ik even. Dat ga ik misschien zo meteen nog even aanpassen. Of anders. Uh, morgen moet ik even kijken. Want ik kom net even aan mijn werk. Ik heb net deze video voor jullie gespeeld. Opgenomen. Uh, niet net maar gisteren. Ik heb nu uh, net dus de final opgenomen. Voor morgen voor jullie. Ik heb twee reacties zoveel mogelijk doorgenomen. De transfers. Hier komen we trouwens op 3-0. Perfect gedaan, de laatste minuten van de wedstrijd. En zo staan we dus hier 3-0 voor. En een 3-0 winning. Kis met zijn doelpunt. En zo is er geen twijfel over mogelijk wie deze wedstrijd wint. De eerste wedstrijd in verschappelijk toernooi. En hopen dat de trainer ons wat vaker gaat opstellen en in hun basis. Dat is natuurlijk wat we willen. Dat De trainer het vertrouwen in ons krijgt. En ons wil uh, meenemen in, naar de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou echt super zijn. Maar goed, ik zei het al. Wat um, ik het nou over. Ik had het over de Feyenoord mode vanmorgen, ja. Ik heb de transfers uh, zo goed allemaal kunnen meenemen die ik dan tot nu toe heb gekregen. Zeg maar, voordat ik, voordat ik, de, voordat ik het, het nagekeken. Als er nu nog transers binnenkomen, uh, dan, is het, ja, dan, uh, dan komen die voor de volgende aflevering. En vrijdag, die heb ik ook al opgenomen, de eerste eigen club career mode. Die ga je dus vrijdag zien. En dat gaat echt super tof worden. We, gaan, uh, we hebben heel jong elftal en dat wordt heel erg aanpoten. In Nederland gaan wij dat doen. Fortuna zit, het gaat eruit. Wij gaan ons ruilen met Fortuna. En uh, deze wedstrijd trouwens, afgelopen 3-0. We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Drie kansen, waarvan één in het goal en twee op doel. Maar in ieder geval, ik zei het al, uh, waar we ons, dus, uh, wat pettie, we een hele jonge elftal hebben. Met een paar oudere gasten in de 33 jaar. Die uh, sommigen die hebben verkocht. Sommigen, ik ga ook spelers kopen. Ook een oude bekende dat gaan jullie allemaal vrijdag zien. Yo, kijk, kijk hoe zit dan? Perfect. Perfect. Echt super. Ik was hier een beetje uit het uitvogelen hoe het precies allemaal in zijn werk gaat. Maar dit is echt gewoon fantastisch gedaan. En um, gewoon een fantastische wedstrijd. Even kijken. Dan gaan we nog um, door naar de wedstrijd de volgende tegen de Pau FC. Geen idee of ik het goed uitspreek, maar hopen dat we deze ook. We staan nog weer in de wissel. Nu worden we erin ingebracht in minuut 55. Dus het scheelt niet veel vergeleken met de vorige wedstrijd. Gaan we kijken wat we nu kunnen doen hier tegen. Uh, ja, we staan al 1 voor voor. dus uh, dat zou het niet uitmaken. In ieder geval voor uh, Armand. Koffie, lekker bakken koffie. Ja jongens, koffie, koffie. Armand. Het is nu het hele weergetik eigenlijk van de tegenpartij. Maar ik vind echt deze Viva echt uh, super. Waarom nu een stoort? Ja, dat ligt dus echt... Uh, dat is af en toe nog een beetje wenning. Dan de video's die aan elkaar gepakt worden. En misschien uh, ook qua de over-switching uh, van de Xbox naar OneDrive. Daar kan ik op zich dus helemaal niet zoveel meer aan doen. Maar ja, ik, het weerhoudt mij er niet van om gewoon de video's te uploaden. En jullie uh, kijken natuurlijk nog steeds met heel veel plezier. En ik upload het met heel veel plezier. En zeker nu met FIFA 22 nu, die nu bezig is. Fantastisch. Uh, natuurlijk niet vergeten, er komt ook uh, morgen... Een uh, voorspellingsvideo. natuurlijk van Rudy. Want Feyenoord speelt morgen in de Conferenci League. En vrijdag komt er dus waarschijnlijk de na de aflevering. Dat gaat ook gewoon allemaal door. Dat gaat zeker allemaal door. Dus daar hoeven jullie geen zorgen over te maken. Er komt ook binnenkort weer West, uh, een West en een Rudy aflevering aan. In verband met mijn verjaardag. Dus dat soort dingen gaan allemaal gewoon door. Raad de fijn Zaterdag, dus uh, daar hoeven jullie zeker geen zorgen over te maken. Het is nog het laatste kwartier. We staan um, 1-0 nog steeds voor. Wij is tot nu toe niet echt belangrijk geweest. Geen assist, geen paasjes, Geen doelpunt. Vorige wedstrijd, onze eerste wedstrijd deden we het perfect. Ja, perfect. ja, we deden het goed. En we gaan hopen dat we het kunnen voortzetten. Smit, Fokker. Nu dan kunnen we eruit komen. Hoedemakers. Hoedemakers. Maulen, Maulien, sorry. Fokker de kans. En de bal uiteindelijk dan uh, gered. En is de bal nu hier Jacobs. Fokker. Afgeschieten, ja. Maar de redding van uh, de doelman was de kans voor de 2-0. Maar, maar het blijft 1-0. Wissel bij Kambuur. Hoekschop nu voor ook. voor, ook voor Cambuur. Dan vragen wij hem de bal. Hij gaat naar voren in één keer. Krijgen we de bal terug. Ja, en dan gaat hij erin. En dit is het onze tweede doelpunt. Uh, niet in de westen. Maar wel twee wedstrijden door elkaar een doelpunt gemaakt. En dan vliegen wij nu naar de coach, tenminste dat willen we, maar dat gebeurt niet. De game denkt wat anders over, maar we scoren wel weer ons doelpunt. En zo laten wij in deze twee wedstrijden ons wel zien hoor. De trainer denkt toch ook iets van, ja, hem moet ik meenemen naar de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Maar goed, dat is nog ver weg. 2-0 voor Cambuur en weer is het Wesley Fokker die zijn doelpunt maakt. Twee wedstrijden op rij nu gespeeld, ingevallen en gescoord. Dat is toch wel een heel mooi, 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 mooi debuut bij Cambuur. Komt er nu kans voor een derde. Weer 3-0. Wij vragen erom. Maar we hadden de kans kunnen krijgen voor onze tweede. Maar we krijgen er helaas niet in. De laatste 10 minuten 2-0. De voorsprong nog steeds voor Cambuur. Met ons doelpunt natuurlijk perfect. En Cambuur behoudt ook het bal. We zitten in de laatste minuten van de wedstrijd. Hoedemakers. Dit is een goede paas. komt er een kans. Boeren. En het wordt Fokker. Oh, die hadden we erin moeten schieten. Die had er gewoon in moeten zitten. Maar goed, hij gaat het naast. Ja, dat kan dus gebeuren. Als je net bij een club zit, te veel adrenaline, adrenaline in je lijf. Dan wil je soms wel eens te enthousiast schieten. En dan gebeurt dus dit helaas. Maar goed, het hw houdt dus niet van om gewoon het positieve gevoel vast te houden. Voor uh, de volgende aflevering sowieso zometeen. Want het is bijna afgelopen nu. We komen nog misschien op de kans met een assist. Ja, want we geven de bal goed op Jacobs. En dan is het 3-0. Doelpunt en een assist voor Fokker. We laten ons ook zien met onze paasjes nu al. En hopen dat, het ook, dat we dat ook kunnen voorzetten. Twee minuten extra tijd, van al één verstreken is 3-0 voor Kaanbuur. Weer een 3-0 overwinning. Het is over, het is klaar. We winnen met 3-0 van deze tegenstander. Zo doen we het dus goed. Een doelpunt en een assist. En de trainer mag echt tevreden met ons zijn. En ik denk ook wel dat hij dat is. Ik denk ook zeker wel dat hij dat gaat zijn. En we gaan kijken hoe dat uh, zich gaat, gaat laten zien in de competitie zometeen. Hier zien we het weer. Laatste verdediger. Bo hebben ook nog een bonus. We hebben ook een ja, redding. Maar ja, we zijn geen keeper, Dus ja, dan doen we dat ook niet te doen. Even kijken hoor. Dan gaan wij naar... Uh, hier weer kijken. Een paar dingetjes erbij zetten. Ik zei het al. Ik ga deze... Uh, hoppakee. Zo, zo. Uh, ja. Nou hebben we te weinig punten. Ik wil die versnelling ook eigenlijk doen man doen we het denk ik ook van zometeen even, want anders de volgende aflevering. Maar even kijken, deze wedstrijd die gaan wij eerst even een training doen. En deze wedstrijd starten wij in de basis. Kijk, dat is super. Onze eerste basiswedstrijd, die we dus nu ook gaan spelen. De laatste wedstrijd in deze aflevering. En wij staan dus in de basis op het middenveld. Dus dan gaan we kijken hoe wij in de basis kunnen gaan spelen nu in deze wedstrijd. Hopen op een goede wedstrijd. We gaan het zien. De eerste wedstrijd in de basis voor middenvelder Wesley Fokker. Hier komen we het veld op. Prachtig beeld. En dit moeten we behalen. Moet tot te doen zijn. We gaan kijken wat het wordt. We zijn begonnen aan de wedstrijd. Waar de tegenpartij het bal bezet even voor ons nog. En langzaam proberen ze eruit te komen voor hun eerste kans. Maar de verdedigers van Kambuur proberen dat zo, ja, zo, zo, snel, zo snel mogelijk uh, de bal weg te halen. En dat lukt ook. Nu misschien de aanval van Kambuur. Fokker. Bal over de lucht. Goed. Boeren. Fokker, raken we de bal niet kwijt? Goed, dan krijgen we de bal terug. Kans voor ons doelpunt. En we scoren weer. Drie wedstrijden achter elkaar gescoord. En wij openen nu de score hier in minuut 8 voor Cambuur. Ja, de supporters zijn light enthousiast. De supporters zijn light enthousiast met de komst van een nieuwe jeugdspeler. Is al, is al 21, 22 jaar. Hè. Toch al wat oud voor een jeugdspeler. Maar hij laat zich wel zien. 1-0. Voor Kaanbuur. Ondertussen half uur gespeeld. Nog steeds die 1-0 voorsprong. Schouten. Hier de kans nu. Bal voor Fokker. Kunnen we eruit komen? Dan kunnen de paasjes, goede paasjes. Jacobs, ja. Hoedemakers. Jacobs. Jacobs. En de bal op de lat. En dan de rebound valt niet voor een medespeler. Bal is voor Hoedemakers. En dan is de bal uiteindelijk weggehaald. Eerst stelt hij er ook bijna op. Zit Nu bij een 1-0 voor Kambuur. Fokker, bal goed onderschept. Boeren. Komt dan aan de kans voor een tweede. Boeren ziet Fokker gaan. Dus wel de man waar de bal op moet geven. Maar volgens nog kan Cambuur daar niet helemaal redelijk uitkomen. Dit is dus weer nu de tegenpartij, weer de omschakeling. Het is maar 1-0, daar moet je ook rekening mee houden. Kan er kan nog van alles gebeuren. Maar Kambuur. Gaat er wel vanuit dat het uh, niet raar gaat lopen in deze wedstrijd. De Eerst zelfde dus bijna voorbij is bij uh, die 1-0. Naar de tegenpartij die nou de bal rustig richting het doel probeert te werken van Cambuur. Maar we hebben de bal goed onderschept. Nu eruit komen. De aanval. Fokker. Goede paas geven. Ja, dat gebeurt. Op Dodeman. Dodeman. Paas terug. Op Fokker. Ja, in één keer. En dan gaat hij nog naast. Dat was de kans voor onze tweede. Maar we krijgen er helaas niet in. Het is dus de vraag. Komt de extra tijd bij in de eerste helft? De eerste helft is nu voorbij. Een paar seconden. Geen extra tijd. Dan is de eerste helft klaar. staan we dus 1-0 voor. 8 minuten gespeeld hebben wij het doelboek gemaakt. Nu gaan we kijken wat de tweede helft ons brengt. De tweede helft waar helemaal niks in gebeurd is. Het is echt helemaal niks. De tweede helft was echt helemaal gewoon niks te bekennen. Het is 1-0 gebleven. Het is klaar. Het was een echt slechte tweede helft. Dus het is over en uit deze wedstrijd. 1-0 dus gewonnen. En wij hebben ons dus wel laten zien. Maar Met name de eerste helft. Want de tweede helft was gewoon niet over naar huis te schrijven. Maar wel normaal voor de wedstrijd. Dat is natuurlijk het belangrijkste. 1-0 gewonnen. En dat is natuurlijk waar je wel, wat, wat je ook wil. En zo zit voor ons dus de wedstrijd erop. Weer natuurlijk een paar dingen gewoon behaald. natuurlijk hebben we die behaald. En zo gaan we met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd. Die is voor de volgende aflevering niet deze halve finale. Ik zei het al. Qua 7 qua is het veranderd. Dus dan gaan jullie de volgende aflevering zien. Ik ga je bedanken voor het kijken naar deze video. Um, ik ga nog... Op, nee, ik ga nog niet. Ik ga nog even een paar dingetjes, puntjes op de i zetten. Ik wil natuurlijk die snelheid even doen. Ik wil zeker die snelheid even... Dus ik ga daarheen. Snelheid, hup. Sprint snelheid en versnelling. Doen we twee keer versnelling. Drie keer versnelling, dat kan. Oké. Okay. En dan één keer sprint snelheid. Doen we dat zo. Want ik wil wel een beetje snel zijn. De 71 nu qua algemeen. Ik geef je bedanken voor het kijken deze video. Dat heb ik met gedaan. En dan zeg ik later.